Als je de Colruyt binnenwandelt, de eerste gang waar je door moet, is drank. Als je erover nadenkt, is het toch complete waanzin. Dat is wat de Colruyt denkt dat jij komt halen. Wijn, bier, Martini, Bacardi, pisang, nee, rosé, champagne. Onwaarschijnlijk, door de alcohol, zo de laatste drugs die nog mag, wil je deze? En ze hebben dan ook van die... Dat is ook zo, hè. Wijn, dat was toch... Wijn is iets om te drinken al in een romantische bui. Trek je een grote fles met een kurk wijn open. Maar ze hebben die ook in kartonnetjes. Dan voel je toch gewoon een stiekeme alcoholieker in je eigen huis. Dat je zegt, wijn? Nee, dan moet ik in dozen hebben, hoor. Dat is anders niet te doen, ja. Je denkt toch niet dat je 3 keer per dag naar de glasbak kan wel. Ik vind dat Colruyt moet iemand hebben staan aan de deur die dit doet.